Kasteel Het Nijenhuis is een van de best bewaarde havezaten in Overijssel. We starten ons bezoek in de tuinzaal. De tentoonstelling toont werken van Udin ten Kate bij en van een aantal studenten. In 2002 richtte bij samen met architect Rianne Makkink Studio Makkink en bij op door in te zoomen op een lamp of meubel en weer uit te zoomen naar het niveau van architectuur, laten ze zien hoe verschillende domeinen elkaar beïnvloeden. Uitzicht op Mikkel in de Beeldentuin. Via de brug lopen we naar de ingang van het kasteel. Kasteel Het Nijenhuis is een mix van verschillende stijlen en tijden. De eerste datering stamt uit 1382. De torens werden later aangebouwd. De entree stamt uit de 17e eeuw. De kamers werden steeds opnieuw ingericht door verschillende gebruikers. In de presentatie van de fundatiecollectie worden tijden en stijlen gemixt. De tentoonstelling heet Remix, nieuwe perspectieven in het kasteel. Aan de hand van vier historische figuren, namelijk Eleonore Bentinck, Hermine en Dirk Hannema en Paul Citroen, wordt in een aantal kamers de geschiedenis van het Nijenhuis verteld, evenals het begin van de fundatiecollectie. Langzaam zakt de camera langs deze historische schouw. In plaats van een open haardvuurtje worden we verrast door een verwarmende videoshow. Deze bloem-mahoniekast mag gezien worden. In deze kamer gaat het om spiritualiteit, het suikerklontje is echt en de iconen zijn prachtig. Deze dames hebben meer oog voor het uitzicht, terwijl de kunst onze aandacht vraagt. In deze zaal staat de muziek centraal. Niet alles is om aan te horen, zoals bij deze piano. Het schilderij van Isaac Israels past uitstekend in deze muzikale ruimte. We verlaten het kasteel met uitzicht op de betonnen beelden van Henk Sweres. De fluit- en sousafoonspeler doen ons uitgeleide van kasteel Het Nijenhuis.